naam is Mario. Like nu deze video, anders kom ik naar je huis toe. Het is weer tijd voor een nieuwe video en ik heb denk ik even loodgieter nodig, want de beste loodgieters van de wereld zijn dus namelijk hier zo. Hey man, hoe gaat het met jou? Ja, mij gaat goed, hoe gaat het met jou? Mij gaat ook goed, maar moeder, vind je niet dat mensen deze video moeten liken? Ja, jullie moeten allemaal deze video liken en abonneren op Daddy Gaming. Juist, zo mag ik het horen, mama. Ja, toch? En hoeveel abonnees wil je uiteindelijk halen op dit account? 100.000 dit jaar nog. Is dat niet een beetje veel, schat? Als jij het zegt niet, mama. Mama zegt dat je ook tegen jullie, je moet liken en abonneren. Dus klik even de like op. Doe het voor mama en doe het voor mij. Doe het, zou ik heel leuk vinden. Allebei, hè, liken en abonneren. Maar goed, mama, er is iets met de wc aan de hand. Dus stop, toch? Ja, klopt. Maar ik weet namelijk een paar loodgieters die me misschien kunnen vragen. Oh, echt? Wil je weten waar ik het over heb? Ja. Het gaat namelijk over Mario en Luigi. What? Oh my god, zijn dat loodgieters? Ja, die waren gisteren op tv geweest op de reclame. Dus ja, misschien dat we even langs moeten gaan en dan kunnen we even kijken hoe en wat. Oh, wat nice. Ja, hè? Weet je wat? Ik ga er even naartoe en dan vraag ik die loodgieters wel eventjes. Dus let's go. En dat is. Mensen, we gaan even de auto pakken en we gaan eens even die loodgieters even vragen. Want ik kan wel even goed van pas komen. Oh my god, zeg, dat is echt niet de bedoeling. Maar oké, we gaan het even gewoon doen. Dus ja, laten we even eruit gaan. Poort open alsjeblieft. En let's drive. Maar goed, even kijken waar Mario ook alweer woont. Want hij woont wel een stuk verderop. Dus dat. En we gaan even kijken of Mario bereid is om ons te helpen. Ik hoop het maar, want ja, ik zweer het je, onze wc zit verstopt. En ik moet wel even een keer kakkie derry moeten doen, toch? Ja, als ik een kakker kan doen, moet ik niet zo vrolijk. Dus ja. Ik zie trouwens ook comments op mijn Engelse kanaal dat mensen zeggen tegen mij: Daddy, kun je alsjeblieft Nederlands praten? En om daar even een antwoord op te geven: nee. Op mijn Engelse account praat ik Engels. En op dit account, zoals jullie zien, Daddy Gaming, dit kanaal dus, praat ik Nederlands. Net als Daddy. Maar sommige mensen hebben het andere account, Engels kanaal, ontdekt. Ik ga het naam niet noemen, want ja, ik wil daar geen Nederlands eigenlijk op hebben. Ja, het mag wel, maar ik heb dan liever Engelse mensen, zeg maar, op. De Nederlands heb ik liever op dit account, dat is logisch. Want ik weet niet of iedereen goed Engels kan. Kan je wel Engels of niet? Laat even achter in de comments. Ik ben benieuwd of je Engels kan spreken. Maar op mijn Engelse account praat ik gewoon Engels. En dan komen ook een beetje dit soort gelijke videos op, maar dan in het Engels dus. Dus ja. Maar goed, we zijn bij Mario aangekomen. En wauw, waarom wonen ze in zo'n crappy huis? En waar is Mario hier überhaupt? Ik weet het niet, Mario! Oh my god, Mario ligt onder de bank? Mario, hoe kom je daar nou weer bij te doen? It's me, Mario, sorry voor dat. Geen probleem, Mario, maar zou je alsjeblieft ons kunnen helpen met ons huis? Wat is er aan de hand? Ik heb nou ook een loodgieter nodig, de wc zit verstopt. En waarom wonen ze in zo'n crappy huis eigenlijk, als ik het vragen mag? Dat vind ik een hele brutale vraag voor jou. Het is een vrije dag en we hebben al het geld dat we hebben gestuurd in een commercial gestopt, niet in huis. Oké, Mario, oké, dat is interessant. Maar goed, jullie zijn de beste loodgieters van de wereld, dus ik wil even dat jullie met me meekomen. Oh, Mario, doe dat dan niet! Hé, hey, kom, Princess Peach. Laat het even gaan, oké? Oké, ik heb even Mario gevraagd en ik hoop dat ze mij kunnen helpen, maar oh my god, zeg. Wat wonen zij in een crappy huis? Ik wacht wel even dat ze naar de auto komen, dus ja, maar hey, schiet eens op, jongens. Oh, daar komt Princess Peach al aan. Peaches, 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 Peaches. Ah, ze komen met z'n drie eraan, hoor. Jawel. Hey, get in. Get in my car, Princess Peach. Alright, ik wil instappen. Is goed. It's me, Mario. It's me, Luigi. Oké, jullie zijn allemaal ingestapt. Helemaal top. Nou, laten we gaan rijden. Prinses Peach, kom aan. Hoezo zit je er zo bij? Wat is het nou? Ik weet dat je mooie benen, maar je hoeft niet met je benen wagenwijd te zitten, oké? Mario zit er achterin, ja? Die zit niet naast me. Oh, sorry. Nee, Prinses Peach, je hebt al een vriend. En ja, ik snap het. Misschien zoek je ruik, hunk, maar blijf lekker bij Mario. Hij is de loodgieter, niet ik. Maar ik vond je net zo leuk. Hoezo, Prinses Peach? Omdat je wel in een groot huis woont. It's me, Mario. Doe even normaal tegen me, Delano, ja? Oh, sorry, Mario. Oké, ik weet niet of Prinses Peach heel loyaal is, maar het ziet er een beetje uit dat er al zo'n beetje dat goud dat graven is. Ik ben geen gold digger, oké? Oké, Princess Peach, wat jij wilt. Maar mensen, ik zit in een auto vol met Mario figuren tegen een andere auto aan te botsen. Maar het gaat even niet om. Ik zie er wel weer thuis. We zijn dus bijna thuis aangekomen en ik hoop echt dat jullie mijn toilet even kunnen repareren. It's me, we zijn allemaal weer thuis. It's me, Luigi. Oh ja, even één klein dingetje vermelden. Ik heb wel een beetje een agressieve kat. Zijn jullie een beetje bang voor katten? Oh, mamma mia. Oh, Mario. Oh no, mamma mia. Luigi. Oh my god. Wat, dat is gewoon een agressieve kat. Dat is toch niks mis bij. Maar goed, we zijn thuis aangekomen. Poort open alsjeblieft. Maar Delano? Wat is het, Prinses Peach? Je hebt wel een mooie auto, hoor. Zullen wij met z'n tweeën even blijven zitten? Nee, Prinses Peach, kom. Jij gaat gewoon mee. Ja, ik vind je een hele mooie dame, maar je bent al de prinses van Mario, hè? Oké, ik weet niet wat Prinses Peach een beetje apart aan het doen is, maar dit is niet waarvoor ik ben gekomen. Oké, dames en heren, laat even naar binnen gaan. Mario, Luigi en Prinses Peach. Ik wil dat jullie even mijn auto gaan repareren. Dus ik denk dat het een goed idee is. Kom binnen, jongens. Nou, we zijn dus hiervoor aangekomen. Hé, hey, mama, ik ben thuis. Oh, hey, hoe is het? Wow, is het echt waar? Mario, Luigi, Prinses Peach? Ja, dat zijn ze echt. Oh, wow, wat geweldig dit. I know. Maar mama, ik ga hun even achterlaten. En hopelijk kunnen jullie wel een beetje de klus klaren, toch? It's me, Mario. Oké, Mario. Ik wou zeggen, veel plezier. Ik veel succes. Ik hoop dat je de wc een beetje kunt repareren. En mama, ik ga even naar buiten toe, ja? Is goed. Nou, die drie gaan lekker dus samen met elkaar aan het werk. En ik ga dus even naar buiten. Delano. Hè? Wie roep je naar buiten? Waar kom je dan weer vandaan? Hé, wie is er nou? Oké, ik ga er denk ik even op af, want ik vind het een beetje vreemd worden. En het is voor mij echt bij tennisbaan, toch? Ik ben hier, Delano. Huh? Wie roept mijn naam nou weer? Ik vind het een beetje apart, maar eens even kijken hoor. En. Oh!
Oh my god, Mr. Beast! Hey, hoe gaat het met jou dan? Hey, de laatste mij gaat het goed, maar ik ben ook een splitting. Je bent niet voor niks namelijk. Ja, het gaat fantastisch, Mr. Beast. Oh my god, wat dat ik jou nog mag ontmoeten. Ik vind dat echt een eer, man. Ja, eens gelijk. En Delano, ik vind het echt heel leuk om je weer te zien. Maar ik kan je nou ergens mee helpen. Ja, je zou me zeker ergens mee kunnen helpen. Via mij eigenlijk niet. Want zoals je ziet, ik woon natuurlijk in een best wel goed huis. Maar het gaat om Mario, Princess Peach en Luigi. Wist je dat ze hier waren? Ja, natuurlijk. Ik weet dat ze hier waren. En heb je die al investeerd in de commercial? Nou, kijk, ze hebben natuurlijk best wel veel geld geïnvesteerd in een reclame te maken. Ze hebben een commercial. Alleen ze hebben geen geld meer. En ze wonen dus nu echt in een crappy caravan, snap je? Ik vind het heel goed. Ik denk dat ze echt goed als ze investeren. Ja, zeker goed als ze investeren, 100%. Maar zou je ze alsjeblieft kunnen helpen? Ik bedoel, natuurlijk. Ze hebben nou echt geen geld meer. Ze wonen echt gewoon onleefbaar. En ik kan ook wel goed voorstellen dat Mario beter zijn werkzaamheden kunnen uitvoeren, natuurlijk. Snap je? Oké, ik heb een goed idee. Want ja, inderdaad, ik vind het heel goed dat Mario en Luigi altijd hebben geïnvesteerd. En ik vind dat ze moeten gebruiken. Jij mag ze gaan verlassen met huis dat voor een nieuw huis. Oh, echt? Oh, dat is amazing, Mr. Beast. Je bent de beste ooit. Dankjewel voor de sleutels van een nieuw huis. Oh my god, en waar is het dan precies? Dat staat op de sleutels zelf. Maar ik kan je wel vertellen, het gaat een leuk avontuur worden en verrassen maar. Oh, het staat ook echt op de sleutels vermeld. Ah, top man. Weet je wat mensen, we gaan er even lekker naartoe en ik ga ze even blij maken en verrassen denk. Dankjewel, Mr. Beast. En een fijne dag. Oh my god, Mr. Beast, wat een legend man. Oh, ik zweer het, ik hoop dat ik hier Mario erg blij mee kan maken. Maar we gaan eens even terug naar het huis lopen en hopelijk is de wc gefixt. Dus dat eigenlijk. Maar goed, we gaan weer even terug naar binnen toe en we gaan het ook wel zien. Hey Mario, Princess Peach en Luigi, hoe is het, we gaan met de wc? It's a me, Mario. Het is denk ik wel gelukt. De klus is geklaagd. Hey, kijk goed gedaan Mario, goed gewerkt. Maar ik heb een verrassing voor je. Wat dan? Je gaat me meer dan 150 piek geven. Nee ja, misschien wel meer, maar iets anders. Jullie krijgen geen geld. Maar daar heb ik geen verrassing voor, daar ben ik niet voor gekomen. Nee Mario, ik zweer het, je ga je echt beter vinden dan 150 piek. Oh, als je mij kunt overtuigen, laten we gaan. Je moet wel even de auto instappen en ik breng je er naartoe. Samen Princess Peach en Luigi. Oh my. Ja jongens, jullie kunnen met z'n drieën namelijk even plezier gaan maken. Maar Dally, ik zou graag met jou willen wonen. Princess Peach, je hebt Mario. Alsjeblieft, wees loyaal aan Mario, oké? Okay? It's a me, je hebt gelijk. Oké, nou, ik ga even naar de auto toe en ik ga ze verrassen, want we hebben dus namelijk een nieuw huissleutels voor hen. En ik denk dat ik ze blij kan maken met de nieuwe huissleutels. Oké, nou, we zijn in ieder geval lekker aan het wachten. En als het goed is komen Mario, Princess Peach en Luigi er zo aan, dus dat is helemaal top. Ah, kijk, daar zijn ze al hoor. Ja hoor, daar komen ze. It's a me. Oké, Princess Peach gaat weer voorin zitten en niet weer. Oh my god, dat gaat toch niet menen met de beentjes bloot. Oh my god, gelukkig is het alleen de benen bloot. Maar goed, we gaan lekker even rijden. Oh, het begon net even te regenen, maar het is in ieder geval weer droog. Ja, weet je, steeds, ik wil niet dat mijn auto weer vies wordt, snap je? Oh, een echte proper man. Jazeker. Maar goed, je gaat jullie verrassen. Dally, is dat het beter verrassing het is? Ik weet niet wat je in je hoofd hebt als verrassing. Nou ja, gewoon dat wij met z'n tweetje in de auto gaan zitten, bij de zon gaan kijken en andere dingen doen. Oké, ik ga iets anders laten zien, want dit is niet de bedoeling. Het is niet waar wat de verrassing is. Oh my god, ik word er een beetje shy van. Maar goed, we gaan eens even rijden, jongens. Hey, ben je net shy guy of zo? Nee, Prinses Peach, ik ben een shy guy. It's me, Luigi, mamma mia. Doe eens even normaal met mij, oké? Met mij? Ik doe toch gewoon normaal tegen jou, Luigi. Ja, maar Prinses Peach moet even normaal doen tegen Mario. Dit is silly van mijn broer. Oké, neem het gewoon je eigen broer op. Ik vind het wel lief van jou. Ik vind het wel schattig eigenlijk. Maar goed, mensen, wij gaan dus rijden naar de villa en ik zie jullie daar weer. Oké, guys, we komen dus bijna aan. Jawel, het is virtueel of niet wild. We komen bijna aan bij de nieuwe villa. En Mario, Luigi, Princess Peach gaat echt leuk vinden dit. Ik zweer het je, we kunnen ze echt ergens wakker mee maken. En dat is toch wel op zijn minst nog een nieuwe villa, zeg maar, snap je? Dus, we gaan even naar de villa. Maar jongens, ik heb een vraagje. Heb je de video al geliked? Oh, Delano, ik like toch altijd jouw video's? Ja, weet ik het, Princess Peach. Mamma mia, ik like al je video's. It's me, Luigi. Ik ben geabonneerd en ik like ook alle video's. Nou, kijk jongens, de kijkers. Als zelfs Princess Peach, Mario en Luigi mijn video's liken, dan moeten jullie het zeker doen, toch? Ik bedoel, we kunnen de likes wel even omhoog gooien. Daar ben ik het wel mee eens. Vroeger haalde je 300 likes op 1000 views en nu maar net 100. Ja, dat is inderdaad 3 keer zo weinig. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ja, mijn fans zijn weg. Ze zijn allemaal gaan rennen voor mij. Maar goed, kom even de auto uit, zou ik zeggen. Oké, jongens, het is tijd om jullie te gaan verrassen. Volg me eventjes, zou ik zeggen. Oh, wat is dit? Dit is de nieuwe Mario Kingdom. Normaal was het echt mijn oude huis. Ik denk dat de meeste kijkers dat wel weten. Maar vanaf vandaag is het de Super Mario Kingdom. Oh, wauw. Dat is super lief van je, Dally. Zeker, Prinses Peach. It's me. Hier kan ik me zeker even maken. Ja, precies. Hier kun je al je gereedschap kwijt. Je auto kun je namelijk zetten. En Mario, waar ga je nou weer naartoe? Oké, ik weet niet wat Mario. Die komt zo meteen wel even aan, denk ik. Ja, ik weet niet wat Mario aan het doen is. Ik weet ook niet, maar jullie zijn in ieder geval wel bijgebleven. Dat vind ik hartstikke tof. Kijk eens, dit is gewoon jullie mansion, hè. Ik hoop dat jullie kunnen genieten. Hier heb ik de sleutel namelijk. Dankjewel. En echt waar, jongens. Ik hoop dat jullie je prima gaan vermaken hier zo. Echt heel veel succes in je nieuwe huis. Dus ja, Prinses Peach, hoe gaat het dan met jou? Het gaat fantastisch. Dit huis is fantastisch. Snap ik. Het is fantastico. Mamma mia, stop met zingen. Sorry Mario. Maar goed, en nu al de deurbel. Oh my god, ik ga eens even kijken wie er voor de deur staat. Dat is al nu al de eerste visitor. En hè? Die heb ik al eens eerder gezien. Alleen, die zie ik niet vaak in een commercial voorkomen. Ja, niet heel gek dat hij niet voor een commercial komt. Want als je hem kent, oh my god. Maar we gaan even de deur open doen. Wat moet hij nou precies, hè?
Hallo, met wie heb ik hier genoegen? Het is Bowser. Oké, Bowser, en wat wil je graag? Zou ik alsjeblieft even Princess Peach kunnen spreken? Auw, snap, ik ben even tussendoor gevallen. Kan gebeuren. Maar please, haal Princess Peach eventjes. Ik heb een verrassing voor haar. Ik kan even roepen, ja? Je naam is Bowser, toch? Ja, klopt. Als je mij eventjes alsjeblieft Princess Peach wil halen, want ik wil echt spreken, man. Is goed, Bowser. Oké, ik ga het even vragen. Princess Peach, er staat iemand voor jou aan de deur. Wie staat er aan de deur dan? Bowser of zo heet hij. Nee, ik wil niks met Bowser te maken hebben. Oh, sorry hoor. Ik wou niet gemeen zijn tegen jou. Mamma mia, zeg. Oh my god, weg met Bowser. Oké, ik had al even tegen Bowser zeggen. Oh my god, blijkbaar wil hij dus niks met Bowser te maken hebben. Maar ja, een beetje lullig om Bowser zo af te wijzen. Maar ik denk dat ik het wel even moet doen. Hey Bowser, ik heb slecht nieuws. Princess Peach wil namelijk niet komen. Wat? Ben je serieus? Moet ik binnentreden? Nee, Bowser, je gaat niet binnentreden. Ik zweer het je, ik zet die tanden in je mond, gast. Ik zet die tanden in je kop. Hey Bowser, doe eens even normaal, want die kunt dat niet zeggen tegen mij. Oh, ik zweer het je, ik ga wel weg. Doei. Oké, Bowser, dag. Oké, niet echt heel net voor Bowser. Blijkbaar is die crush op Princess Peach of zo. Nou, Princess Peach, volgens mij hebben we wel heel veel crushes op dit moment. Ja, of course, Bowser. Hij is te makkelijk. Ik hoef hem niet. Snap ik. Maar stalk Bowser al een heel lange tijd dan, prinses? Ja, hij doet op een hele grondige wijze, dus ja. Oh, wat vervelend dit. Ik zweer het je, man. Dat is niet prettig, maar ja, dat is. Maar goed, het komt wel goed. Peach. You're so cool, and with my story gone narrow, Peach, understand, I'm gonna love you till the end. Peaches, 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 I love you so. Hey Bowser, het is niet de bedoeling dat je gaat zingen. Wat ben je nou eigenlijk van plan? Oh, ik zweer het je. Wat wil je nou weer bereiken dan, hè? Ik wou even iets goed maken met Prinses Peach en dan ga je boos worden. Luister, Prinses Peach had er geen zin in. Je bent hem aan het stalken, haar. Wat? Serieus? Ik heb een heel liedje voor haar geschreven en dan zeg je dit? Kom aan, Bowser. Niet zo toxic doen. Ik krijg je nog wel. Nou, Prinses Peach, je hoort het. Wat vind je nou van dat gekatte gejank? Slecht! Wat? Dit ga je betaald zetten. Ik ga wel weg. Doei. Nou, ga maar heel snel weg, Bowser. Doei, doei. Nou, ik weet niet wat dat was, maar dat was een beetje apart. Maar dames en heren, ik ga heel even naar buiten toe, dus ik kom zo weer terug. It's a me. Okidokie. Oké, Mario. Nou, ik ga dus eventjes naar de wc moeten. Ja, de zaak is, want ik wil even kijken of Bowser echt weg is. Ik vind het een beetje raar. En ik hoop niet dat hij mijn auto heeft beschadigd. Dus ja. Even een grondige check doen. Hij is niet in het zwembad, want dan wil ik er wel eens flikken, weet je. Maar Princess Peach in het zwembad zwemmen. Daar laten we mooi even niet toe, jongens. Maar misschien is hij ergens hier binnen. Even kijken hoor. Mario, Princess Peach. Ik weet niet wat ik hier kan verwachten. Oké, misschien is hij weg. Ik denk het hoor. Hey, even kijken. Hey, Mario, Princess Peach, ze zijn weg. En waar is Mario en Princess Peach van weer? Oh no, Luigi. Hey, Luigi, wat is nou precies gebeurd? Mario, Princess Peach, ze zijn aan het voeren de Bowser. Wat? Ben je nou heel serieus? It's a me, Luigi. Ja. Oh nee. Oké, hoe kan ik ze best bevrijden? Hij is volgens mij naar het Bowser Castle toe. Naar het Bowser Castle? En waar moet dat zijn? Iets verderop. It's a me, Luigi. Oh my god, dat meen je niet. En Bowser is wel heel snel dan. Ik ga er nu naartoe. Oh my god. En Luigi, hou sterk, hè? Oké. Nou, in ieder geval, we gaan even lekker naar Bowser toe, want ik vind het echt niks. Dit wordt daar een beetje wel echt uit de hand gelopen. My god. Eerst gaat hij voor Princess Peach lopen zingen en dan ook nog dit. Gaat hij haar al lopen ontvoeren? Wat? Are you kidding me? Ik heb in ieder geval wel vandaag Mr. Beast gesproken. Hé, dat is tof, maar ja, alsof dat alles is. Godverdorie zeg. Ik ben hier echt niet blij mee. Maar goed mensen, we gaan nu naar Bowser toe. Dus ik zie jullie daar wel weer. Oh my god, eerst even gaan landen. Ja, dat is. Oh nee, hè, guys. Ik zweer het je. We gaan naar de Bowser Castle toe. Maar wat voor kasteel moet ik van je voorstellen dan? Oh my god, ik vind het echt niet fijn meer. Ik zweer het je. My god, mensen. Ik heb deze video trouwens voor de mensen die het ook willen weten ook in het Engels gemaakt. Maar die staat op een ander kanaal waarvan ik nog niet ga onthullen. Binnenkort wel. Maar doe pas bij de 20.000. Nee, ik denk bij de 10.000 abonnees. Zo doe ik dat. 1000, ik weet niet. Dan ga ik even zeggen over welke kanaal dat ik het heb. Want ik wil ook Amerikanen op dat account hebben. En tot nu toe op mijn Engels account heb ik allemaal Amerikaanse kijkers. Dat is heel tof. Allemaal Amerikaan. Dat is andere tijd en zo. Want ja, zeg maar op het moment dat het voor jullie 10 uur is. Is bijvoorbeeld in New York 4 uur 's middags. Dat is gewoon zo. Dus als het in Nederland 10 uur 's avonds, New York 4 uur 's middags. En voor mij ergens bij Los Angeles 11 uur of 12 uur 's middags dan. Dus ja, of 11 uur 's ochtends, ik weet niet. Maar dat zal wel goed zijn. Dus dat account zou ik ook eerder op 's nachts uploaden. Dat zou ik hier niet doen. Want ja, als ik hier in de nacht upload, dan zou ik misschien maar 10 views in een uur hebben. Waarom? Iedereen van jullie slaapt meestal wel 's nachts. En zeker om 3 uur. Ja, wie is nog wakker om 3 uur? Enkelingen misschien, maar ga ik niet vanuit. Maar ik heb ook niks om 3 uur 's nachts te zoeken op YouTube. Maar goed, we komen dus aan. En daar is het, hè? De Peach Castle. Oh my god. Ja, de Bowser Castle. Oh no. Die ga je toch niet menen. Wat? Bowser en Princess Peach? Jij vieze rotzak, je hebt me verraden. Wacht, wat? Wat gebeurt hier nou? Oh nee, Princess Peach! Nee! Oh nee, hoe ga ik dat doen? Bowser, stop! Stop, Bowser! Ah, niet doen. Hè, Bowser? Nee, niet Princess Peach. Pak Bowser pakken. Oh nee. Kom, Bowser, niet doen. Stop. Ga je voet schieten, Bowser. Oh, ik wil Princess Peach raken. Stop. Dit kun je niet maken. Dus ja. Oh my god. Stop, je gaat die Princess Peach lastigvallen. Nee. Bowser, stop. Ik schiet op je schild, hè. Rotzak dat je bent. Oh nee, hè. Hoeveel levens heeft Bowser wel niet? Oh, hij is sterk, man. Let's go.
Nee, ik ga hem niet in brand zetten, want dan gaat Princess Peach ook branden. Dat wil ik dus niet hebben. Slapen. Goed zo. Oh my god, Princess Peach, are you okay? De Lano, je bent de beste. Je bent gewoon gered. Ja, inderdaad. Alleen Mario is boos op je. Hoezo? Omdat ik te veel met je flirt. Daar kan ik toch niks aan doen? Klopt. Mamma mia. Oh, nee, dat ga je niet menen. De Lano, wat doe je met mijn vrouw iedere keer? Ze is dingen met mijn vrouw, maar niet meer leuk. Hé, hey, Mario, doe eens even rustig. Zot. Oké, waar is hij? Waar is Mario, hè? Oké, daar is hij. Nee. Hé, hey, stop daar eens mee. Mario, dat kun je niet doen, alsjeblieft. Hé, hey, ik heb... Oh my god. Ik heb je nog wel een villa gegeven. Dat maakt me niet uit. We betalen niet aan spullen. Hé, hey, doe eens even normaal, Mario. Niet zo doen, hè? Alsjeblieft, zeg. Oh my god, het spijt me zeer, hoor, maar dat is. Princess Peach, ik heb Mario helaas eventjes knock-out moeten schieten. Geen probleem, Delano. Hé, hey, geef me, ik geef je een kusje. Princess Peach, het is niet echt netjes, maar goed, ik vind je wel een hele lieve dame. Dankjewel. Nou, mensen, mij en Princess Peach zijn dus mooi verenigd. Ik vind het een hele mooie dame. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Jij ook bedankt voor het meedoen, Delano. Ja, geen probleem. Mensen, liken, abonneren en ik zie je later op een nieuwe video. Adios.